Een nieuw grootwaterstation zal worden opgezet in Nikiri. Ashwini Hemai, onderdirecteur strategie en beleid van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, zei vandaag op een persconferentie dat er ook een geheel nieuw waterdistributienetwerk in het district opgezet moet worden. Nikiri kampt met het probleem dat er versilting plaatsvindt van de stations die er daar zijn. Momenteel zijn de stations voornamelijk in het noordelijk deel gelegen. Nieuw Nikiri ziet de Regio Paradise. En we hebben dus recent ook Groot-Hina nu erbij, die wat zuidelijker is. De bedoeling is dat daartussen, ergens bij Prins Bernhardpolder, er een nieuw station wordt opgezet. En van daaruit dan een nieuw distributienetwerk opgezet moet worden voor het district Nikiri. De studie heeft aangegeven dat het haalbaar is om het te doen. Er zijn goede drinkwatersvoorkomens meer aan de zuidelijke kant in Nikiri te vinden. Hemai geeft verder aan dat in Paramaribo, Para en Wanica een aantal issues zijn ontdekt in het distributienetwerk. Het zal echter heel veel geld kosten om vervangingen te doen in de verschillende gebieden. Zoals de directeur heeft aangegeven, vervanging van asbestleidingen, die zijn heel belangrijk, maar die is ook een heel kostbare zaak. Het kost heel duur om al die 300 kilometer aan asbestbuizen te vervangen. Dus er is daarom dan gedacht om het dan in delen op te splitsen. En gezien de SOM is gestart met een traject voor het reduceren van de NRW, non-revenue water, en dat dat op een bepaalde manier wordt gedaan door het creëren van district metered areas, dus kleinere delen van het netwerk die beheersbaar worden gemaakt, is hier in dit project gekozen voor het Livorno-gebied. En het Livorno-gebied zal dan in verschillende delen worden opgesplitst om dan het distributienetwerk beter te kunnen beheersen. De onderdirecteur zegt dat er een consultant een feasibility-studie heeft gedaan in 2023, waarna er afspraken zijn gedaan over de aanpak, ook omdat het upgraden van de stations niet langer op zich kan laten wachten.